Als ik hier zo sta en ik kijk zo rond, dan zou ik nu mensen gaan aanwijzen en gaan zeggen dat iemand misschien het populaire poppetje is. Of misschien wel de gothic is, of misschien wel de nerd is. Ik zou iemand op dat moment in een hokje plaatsen. Maar is dat ook wel echt zo? Waarschijnlijk niet. En dat is het probleem in onze samenleving. Zodra iemand langsloopt, langs een tafel loopt, dan plaats jij diegene in een hokje. Terecht of niet, een hokje waar hij of zij zich helemaal niet in thuis voelt of waar hij of zij helemaal niet in past. Wij leven tegenwoordig in een samenleving waarin mensen beoordeeld worden om hoe ze eruit zien, hoe ze lopen, hoe ze hun haar dragen. En dat moet niet kunnen. Want stel je voor, jij zit in een hokje waar je je niet thuis voelt, waar je je niet op je plaats voelt. En je wilt daaruit. Dus wat ga je doen? Je gaat je haar anders doen. Je gaat make-up dragen. Je gaat andere kleding dragen. Om maar uit dat hokje te komen. Om maar in dat populaire hokje te komen. En wat doe je dan? Je loopt weg van wie jij bent. Je loopt weg van jezelf. En dat is gevaarlijk. Want jij hoort gewoon te kunnen zijn wie jij wil zijn. Te durven zijn wie jij wil zijn. En dat kan op dat moment niet. En de verschillende hokjes die ontstaan, daar ontstaan ook conflicten tussen. Want de populaire poppetjes willen niet geassocieerd worden met de nerds. Of zoals ze in de politiek zeggen, je hebt een partij voor de allochtonen, een partij tegen de allochtonen en een partij voor de ouderen. Ik ga u nu een vraag stellen. Is dit een samenleving waar wij in willen leven? Een samenleving waar mensen veroordeeld worden om hoe ze eruit zien? Een samenleving waar jij niet jezelf in kunt zijn? Een samenleving waar mensen elkaar niet meer willen leren kennen omdat ze die vooroordelen hebben. Maar er is een oplossing. Alleen dat begint bij jezelf. Zodra jij stopt met vooroordelen en zodra jij gewoon even tegen die persoon praat die alleen op dat bankje zit, dan zorg je ervoor dat jij die persoon leert kennen en dat jouw vooroordelen misschien wel helemaal onterecht zijn. Maar nogmaals, dat begint bij jezelf. Als jij stopt met vooroordelen, krijgt iedereen de kans om zichzelf te kunnen zijn, om zichzelf te durven zijn. En krijgt iedereen de mogelijkheid om zichzelf te uiten. En ik vraag het u nog een keer. Is dit een samenleving waar wij in willen leven? Een samenleving waar wij niet kunnen zijn wie wij willen zijn? Ik zou er in ieder geval niet in willen leven. Dank u wel.